Hoi, wij zijn hier bij Acculade Zorg de Wijngaard en wij gaan hier Sanne de vraag stellen wat de Wijngaard gaat doen met de Passion. Wat gaat u voor de bewoners doen en waarom? Wij gaan voor de bewoners de Passion uitzenden, live uitzenden in onze mooie grote zaal. En we vinden de boodschap van de Passion natuurlijk heel mooi, past bij onze christelijke identiteit. En daarbij het samenbrengen zoals het thema is van de Passion dit jaar. Verbinding vinden wij heel mooi. U wilt bewoners en buurtbewoners samenbrengen om samen naar de Passion te kijken in de grote zaal. Is het gelukt met de buurtbewoners en zijn er al aanmeldingen? We hebben bewust gekozen om mensen niet aan te laten melden, om het juist een beetje laagdrempelig te houden voor de omwonenden. Dus we hebben geen idee hoeveel mensen er gaan komen. We hebben geflyerd, we hebben het in de buurt-apps laten zetten en we hopen dat we een hele leuke opkomst gaan krijgen. Juist ook om onze bewoners met de omwonenden samen te brengen, de verbinding te leggen. En we hebben hier in de Wijngaard een heleboel diensten waar ook omwonenden gebruik van kunnen maken. Dus we hopen dat ook weer samen te brengen. En wat kan men verwachten van deze avond? Een heel gezellig samen zijn met elkaar, lekker hapje, lekker drankje en samen kijken naar de Passion en de boodschap die dat mag brengen. Hoi, wij staan hier bij Bartimeus en wij gaan een paar mensen de vraag stellen over de Passion, want zij gaan meelopen. Jeffrey gaat de vraag stellen over, dus over naar Jeffrey. Hoe trainen jullie de vrijwilligers die gaan meelopen met de Passion? Wat we heel erg belangrijk vinden is om de mensen een stukje ervaring mee te geven. Dat ze zelf iets meer in de belevingswereld van mensen met een visuele beperking kunnen komen. Dat doen we middels onze donkere beleving. En we geven ze ook een heleboel kennis mee. Hoe begeleid je iemand? Hoe spreek je iemand aan? Maar bijvoorbeeld ook hele simpele praktische tips. Zoals bijvoorbeeld iemand vertellen dat je moet glimlachen. Iets wat iemand anders misschien niet ziet. Of dat je misschien heel erg moet fronsen om iets. Hoeveel blinde en slechtziende mensen zullen ongeveer meelopen? Het is nog lastig te zeggen. We hopen dat er kunnen zich nog een heleboel mensen aanmelden. Dus dat is heel erg leuk. Maar we verwachten zeker op een flink tiental aantal, 20, 30 mensen ongeveer. En loopt u zelf ook mee? Ja, ik ga ook meelopen. Dat is voornamelijk omdat ik natuurlijk als medewerker van dit project heel erg vliegende kiep op de avond zou zijn. Maar het is ook mooi om het evenement op deze manier mee te maken. Wat is uw belangrijkste advies aan de vrijwilligers? Ik denk dat het belangrijkste advies is hoe je mooi in contact met iemand komt. Uiteindelijk als het gesprek op gang komt tussen mensen, dan kan je eigenlijk vaak heel vaak wel gewoon vanuit een gesprek veel beter doorkrijgen van iemand wat iemand wel of niet nodig heeft. Waar je iemand wel of niet mee helpt. Dat is denk ik het belangrijkste. Hoe reageren de vrijwilligers op de ervaring om zelf niet te kunnen zien? Veel van de reacties die je vaak hoort is dat mensen zeggen, ik vond het heel erg vermoeiend. Sommige mensen vinden het ook misschien wel een beetje spannend, een beetje eng zelfs. Maar uiteindelijk is het heel vaak het gevoel van, ik voel mezelf misschien eigenlijk heel erg onhandig op dit moment. En het geeft des te meer respect eigenlijk hoe mensen die hier zelf de hele dag mee dealen omdat ze niks kunnen zien, toch ontzettend zelfstandig in het leven kunnen staan. Kijkt u er een beetje naar uit? Ik heb er hartstikke veel zin in. Ja, wordt denk ik een ontzettend mooie avond. En ik denk wat heel erg mooi is dat wat we op de avond hier zo in Zeist gaan leren, uiteindelijk de komende jaren voor nog veel meer evenementen voor de televisie kunnen gaan implementeren. Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger? Omdat ik vooral andere mensen wil helpen. En eigen belang ook een beetje, omdat ik de Passion gewoon een keer live wil meemaken. Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd vanavond? Dat visueel een beperking hebben echt hinderlijk is, als je er niet aan gewend bent. En hoe was het dan om zelf te ervaren om dan ook niks te zien? Ja, spannend. Ik denk dat doe ik even, maar ik vond het op een gegeven moment toch ook ongemakkelijk. Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger? Waarom heb ik me aangemeld als vrijwilliger? Nou, ik denk dat het de Passion is voor iedereen. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen mee kan lopen, wie je ook bent, wat je voor beperking hebt of wat voor nationaliteit je hebt. Of maakt niet uit, dus ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En daarom wil ik daar graag bij helpen, dat een ander ook mee kan lopen. Hoe was het om zelf te ervaren om niks te zien? Ja, dat was echt heel pittig. Als je echt niks kan zien, je hebt echt geen idee. Je wereldje wordt echt wel heel anders. En
ja, je weet gewoon niet waar je zit en hoe de weg loopt. En je denkt dat je redelijk kan voelen, maar je loopt overal tegenaan. Nee, dat is echt heel bizar. Ja, dat kan je niet voorstellen hoe dat is eigenlijk. We zijn bij Stadslab Zeist. Hier opende LabLou, een plek voor creatieve ondernemers. Hoe zijn jullie op het idee gekomen van LabLou? Nou, Stadslab Zeist is al 4 jaar eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een creatieve broedplaats in Zeist en de regio. En dat betekent dat we eigenlijk al heel veel mensen opgetrommeld hadden om dit voor elkaar te krijgen. En het bleek ook uit de grote hoeveelheid partners die hebben meegedaan om LabLou mogelijk te maken, dat er heel veel behoefte is aan deze plek. Dus dat heeft heel erg geholpen. Wat is de gedachte hierachter? Nou, LabLou is een plek waar inwoners en organisaties elkaar kunnen ontmoeten. Waar we met elkaar samen kunnen werken. Waar je überhaupt lekker kan werken. Er zijn verschillende kantoren. Je kunt er flex werken, vergaderen, workshops doen. Maar ja, het gaat er vooral over dat inwoners hier een plek hebben waar ze met hun ongelooflijk leuke ideeën voor Zeist en de regio kunnen komen om die ook echt te gaan doen. En daar willen we op allerlei manieren bij helpen. Dus door de plek te delen, maar ook het netwerk te delen van alle mensen en organisaties die hier komen. En om gewoon mee te doen en te helpen. En kan iedereen hier aan meedoen? In principe iedereen, ja. Het is echt, kijk maar naar mij. Ik had 4 jaar een droom om een creatieve broedplaats op te starten. Nou, als ik het kan, dan kan iedereen het. En inmiddels hebben we zoveel kennis en ervaring dat we ook anderen daarbij kunnen helpen. En hoe kunnen anderen zich hierbij aansluiten? Nou, we organiseren een heleboel leuke activiteiten en programma zelf, maar ook door allerlei maatschappelijke, sociale, culturele organisaties uit de regio die hier leuke activiteiten gaan organiseren. Dus dat is een mogelijkheid. Dus haak lekker aan. En ja, je kan ook zelf actief met een idee bij ons komen. En dan gaan we ook weer kijken of je, of dat hier kan, of dat we je kunnen helpen. En alles vind je eigenlijk op onze socials, @bijLabLou, en via onze website labloe.nl. En jullie zijn eigenlijk nog niet zo lang gestart. Hoe loopt dat nu? Ja, we zijn eigenlijk pas een maand open en je merkt dat er echt al best wel drukke, bruisende dagen zijn. Dus dat er allerlei ruimtes verhuurd zijn, dat allerlei mensen zitten te flexwerken of hier een kopje koffie drinken. Ja, dat is fantastisch, want we zijn pas net open en dus hoe meer, hoe beter. Dus wees welkom, zou ik zeggen. Volgende week donderdag 28 maart wordt de Passion vanuit Zeist uitgezonden. Een heel spektakel met feest en Pasen. Maar wat denken de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven daar eigenlijk over? Bent u een beetje bekend met dat de Passion in Zeist wordt uitgezonden dit jaar? En bent u ook van plan er naartoe te gaan? Of nee. Dus gaat u wel vanaf de bank kijken? Tuurlijk. Oh. Vindt u het bijzonder dat het in Zeist is? Het is wel heel apart. Ja, het is wel leuk hè, dat het zo dichtbij is. Ja, daarom. En wat betekent Pasen voor u? Ja, ik ben Rooms-Katholiek, dus Pasen, dat is heel belangrijk voor ons. Hè? En vindt u het dan leuk dat dat er op nationale televisie er zo veel aandacht aan wordt besteed? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Heeft u wel wat met Pasen? Oh jawel, want de takjes hebben we net gehaald. Dat komt allemaal wel goed. Ja, dus het huis mooi versieren, dat hoort er wel bij. Ja, lekker geel hoor, zeker weten. Oh. En ook nog paaseieren zoeken, of dat niet? Nee, dat is afgelopen. Toen zijn kleinkinderen veel te groot zijn geworden. Oh, ja. Is het afgelopen. Ja, tijd van komen en tijd van gaan. Nou, zelf met z'n tweeën te gaan lopen zoeken in die tuin. Oh, ja.
Nou, het kan leuk zijn, maar... Dat is waar. Bent u er bekend mee dat de Passion dit jaar in Zeist wordt uitgezonden? Ja, dat wist ik wel. En kijkt u meestal of gaat u dit jaar speciaal kijken daarvoor? Ik heb er helemaal niks mee, dus ik kijk niet. En nou ja, nee dus. Maar heeft Pasen nog een andere betekenis voor u dan? Lekker eten en lekker samen zijn. Wij zijn niet gelovig, dus dan houdt dat stukje snel op. Nee, en gewoon een lekkere vrije dag. Ja, dat sowieso. De Passion, ja. De Passion is in Zeist. Ja, het verhaal uit de Bijbel, ja. Ja, was u daarmee bekend? De Passion, zeker. Ja, maar dat het in Zeist komt, ja. Ja? Ja, ja, ja. Gaat u er naartoe? Nee. En gaat u kijken? Nee. Wat betekent voor u dan Pasen? Ja, dat heeft met opstanding te maken, maar... Ik ben wel ooit lid van de broedergemeente geweest. En dan is met Pasen is er een hele ritueel van... maar zoals heel veel Hollanders zijn we afgedwaald van de kerk. En ja, dus Pasen leeft niet echt meer. Het is dus een beetje eieren rapen voor u? Dat nog niet eens. Die leeftijd, ik raap geen eieren meer. Nee, en Pasen... Doen we niks eigenlijk. Okay. Ja, gewoon een vrije dag. Ja. Bent u er bekend mee dat de Passion dit jaar in Zeist is? Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja. En vindt u dat leuk? Gaat u er naartoe? Nou, ik kan niet. Ik heb al een andere afspraak hier in onze eigen kerk, in het dorpskerkje. Dus ik kan helaas niet gaan, maar ik had het inderdaad wel gezien, ja. Maar wilt u wel achteraf het dan terugkijken? Of denkt u van, nou, ik laat het voor dit jaar helemaal... Meestal doe ik gewoon een stukje kijken. Dan kijk ik nog een stukje terug en dan skip ik er een beetje, zo van klik ik er een beetje doorheen. Mm-hmm. En als laatste vraag, wat betekent Pasen voor u? Voor mij, ik vier wel echt het feest van Jezus. Dus voor mij heeft dat wel veel betekenis, ja. Dus ik vind het ook fijn om naar de dienst hier te gaan en met familie en vrienden Pasen te vieren. En gaat u verder nog wat bijzonders doen of alleen naar de kerk en met vrienden en familie te vieren? Ik denk dat laatste. En gaat u dan tijdens de live-uitzending ook in Zeist kijken of gewoon vanaf tv? Helemaal niet, want ik ben er niet. Ach, dat is jammer. Ja, gaat u dan nog wel terugkijken of helemaal niet? Ik denk dat we het kunnen terugkijken, hè? Ja, volgens mij kan dat wel gewoon worden teruggekeken, ja. Lijkt me heel leuk. Nou, dat is mooi. Ja. En gaat u verder nog wat leuks doen met Pasen? Ja, we gaan naar Salland. Zegt je dat? De Sallandse Heuvelrug. Oh ja, dus gewoon een weekendje weg. Een week.